Ik werk sinds 2011 in de schuldhulpverlening en in eerste instantie als schuldhulpverlener en dan nu sinds 3,5 jaar als procesbegeleider. Als procesbegeleider ben ik verantwoordelijk voor de werkzaamheden van 15 schuldhulpverleners. Die werkzaamheden coördineer ik. En eigenlijk moet ik ervoor zorgen dat de kwaliteit van de schuldhulpverlening in Deventer dus op een goed niveau is. En dat doe ik door middel van werkbespraken intern te maken over de kwaliteit, over de werkprocessen. Ik wilde meedoen aan de leergang om mijn kennis te verbreden. Om iets meer dingen die ik doe, doe ik omdat ik denk dat het goed is, maar het is niet theoretisch onderbouwd. En met de leergang leer ik wat theorieën die me verder kunnen helpen in het werk. Tijdens de leergang leer je om problemen beter te signaleren en vooral op een groter niveau het ook te bekijken. En het ook op een andere manier te benaderen. Dus dat ik meer bezig ben, ja, hoe haal ik zo snel mogelijk, zorg ik dat er een plan klaar ligt, maar hoe pak ik het vervolgens aan? Ik merk zelf dat je vooral groeit als persoon en hoe je bepaalde zaken aanpakt. En dat is natuurlijk, je leert theorie, alleen het gaat voornamelijk om de vertaling naar de praktijk toe. Ik vind schuldhulpverlening belangrijk omdat ik vind dat ieder persoon moet kunnen meedoen in de maatschappij. En financiële problemen zorgen er vaak voor dat mensen niet goed functioneren. Dat komt door stress die zij ervaren. En chronische stress zorgt ervoor dat mensen minder goed zijn in het plannen en organiseren van zaken. Dus daarom vind ik het belangrijk om daar een doorbraak in te maken. Dat mensen eigenlijk weer regie krijgen over hun eigen leven.